En we are live. Alright. Zijn we terug? Yeah. Back in full force. Yo, yo. Semi-full force. ja, soort van. We beginnen waar ik. Maar ook zo mooi, hè? Semi-full force. Ja. 4 mensen die zijn on-screen. 1 iemand is er niet meer. Dat betekent dat het is Rex Baba, man. Rex Baba, ja. De helft van ons. maar ik ben Rick. I'm back. Juist, dat wil ik net zeggen. Chat is er ook weer. Yo. Walt is er. Yo. En onze voice from beyond, Rex. Hallo daar. Oeh, spooky. dus, we moeten eigenlijk even addressen, want vorige week was het natuurlijk een beetje kare bedoeling. Ik en Rick, die waren er alleen. Ja, Rex die had zoiets van, weet je wat, fuck it, het is mij te warm. En ik kan het hem eigenlijk ook niet eens kwalijk nemen. Nee joh, het was gewoon 40 graden in mijn huis, jongens. Dat is te veel. Dat kan ik niet aan. Dus ik heb even mijn huis ontsnapt. En dan, nu ben ik er weer, dus daar gaat het om. Precies. Walt, jij was op vakantie volgens mij? Ja man. Ik zat tegen de Ardennen aan, dus ik 10 dagen daar gezeten. En het was ook bloody hot trouwens. maar je kon daar in ieder geval nog een beetje de bossen in en zo. Een beetje schaduw op zoeken. Dus I made it back alive. Lekker man, lekker. Ja, en ja, chat was er ook niet. Wat was er met jou, chat? Explain yourself. Ja. Ja, ik zei dat ik pijn aan mijn duim had, maar ik had gewoon geen zin in jullie motherfuckers. Dus. Kijk, dat dacht ik al. De waarheid komt naar boven. Eerlijkheid duurt het langst. ja, toch? Nee. Ik was even naar het ziekenhuis, even met spoedje. Ik probeerde een knop in te drukken, maar het ging niet zo goed. Oeh, dus, nasty buttons. Dat was even fucked up. Maar het is weer helemaal prima. Het was niet gebroken, dus het was gewoon zwaar gekneusd. Dus ik ben er weer en ik kan gewoon gamen. Ik kan gewoon gamen met mijn duim. Dus ik ben blij. Die Konami-code is wel wat meer tricky dan je denkt. dus op zich snap ik dat wel. ik zweer hè. Aan het einde van deze podcast, op een gegeven moment ga ik slapen en dan wordt ineens gewoon mijn deur ingetrapt en dan staat chat voor, what the fuck, nee, ga ik even duim op je code. Ja, precies. Wat? Hier met je duim, vriend. alright. Oké. Nou, goed. Dat was dus waarom we dus vorige week maar met z'n tweetjes waren. Hardcore, hè, Rick? Ja. Hardcore. Juist. Dus ja, we beginnen met onze weekly topic. En dat is Walter's Lego Transformers Progress Update. Ja, ik ben heel benieuwd. Een week in de Ardennen, dus je hebt lekker kunnen bouwen. Ja, nou kijk, ik heb wel wat... Kijk. Oh! Oké. Okay. Kijk, inderdaad. Niet verkeerd. Ja, rechts op de lijken gewoon. Kijk, ik kan hem nu draaien zo. Oh! Kijk, dat is een Megazord, toch? Een Power Rangers, of wat was het dan? Ja, Megazord. En die benen kunnen al Megazord? Zo. Megazord? Het gaat de goede kant op. Er wordt bijna getransformed. En nog steeds die dingen zo. Maar ik heb... Er zijn pas 3 zakjes of zo, hè, van de 10. Dus, maar you're getting there. Je bent een beetje spijt gehad. Ik voel me nu gepusht door jullie om te doen. Ja, dus dat is goed. Maar niet alleen door ons, hè? Ook door je audience. Ik bedoel. Ja precies. Ik krijg al hate comments en zo. Dus, hurry up, man. en terecht, hè? Dat is het enige wat we kunnen zeggen. En ja, volledig terecht. Decepticons zijn het, joh. Decepticons. Oké. Alright. Nou ja, goed. Volgende onderwerp. Wat we erop hadden staan was de Street Date Leak van Xenoblade Chronicles 3. Ik zag gisteren of vorige week al ergens volgens mij wat berichten voorbij komen dat, dat mensen hem al in de wild hadden. Wie hebben hem opgezet? De hardcore fans. Juist. Ja, want Xenoblade, daar wacht ik natuurlijk heel erg hard op. En jij volgens mij, tenminste, Sebas, Rex volgens mij ook. Ja, zeker. Andere 2 dudes ook. Xenoblade? Not really. Minder. Minder. Ja, en wat was nou dat ding? Het bleek dus dat er 25 copies die waren verspreid geraakt.
En dat was, even kijken, hoe lang geleden was dat nou? Dat was maar een weekje of zo. Een week of zo? Week, anderhalf week? Ja, misschien week? Wel langer. Ja. En, in the wild verspreid. Ja, het was uiteindelijk, ik weet nou niet precies of het nou een insider is geweest, ja of nee. Of nou ja, het kan natuurlijk wel zo zijn van dat sommige kopies die worden naar een retailer gestuurd. En bij de grote ketens, dat weet Sebas ook wel, dan heb je uiteindelijk de vracht binnen en dan mocht die op een bepaalde dag verkocht worden. Maar je hebt ook kleinere zaken die hem wat eerder krijgen. En dan heb je natuurlijk nog steeds de datum dat die verkocht kan worden. Maar dan heb je altijd wel weer een pampeloe die ertussen zit van hey, die neemt shit mee. Dat gebeurt. En, maar ja, dat is dus in dit geval dus ook gebeurd. En de game was op straat. Dus je kon hem dus uiteindelijk, werd hij verkocht op eBay of even kijken, op Amazon. Maar volgens mij niet eens voor super hoge prijzen. Volgens mij zat je wel gewoon op de normale $70. Nee, geen scalperpraktijken, geen gelukkig. Volgens mij was degene die het mee, volgens mij zat hij op $110. Volgens mij. Maar ja, goed. Oké, kijk, als jij $110 of €110 wil uitgeven om de game anderhalve week eerder te spelen, be my guest, weet je wel. Gelukkig heb je niet van die rare prijzen voor €250 en dan heb je voor een anderhalve week eerder. Ieder voor zich natuurlijk. Ik zou het niet doen. Ik denk, ik wacht gewoon een weekje of een anderhalf weekje. Dan komt hij wel. Maar goed, wat wel vervelend is, en gelukkig heb ik daar zelf geen last van, is dat het wel story online wordt geplaatst. Dat is erg vervelend voor mensen die altijd op YouTube zitten en wachten op de game en niet gespoild willen worden voor deze game. Want de storyline zal dan natuurlijk gewoon goed zijn. Dus wat vinden jullie daarvan, guys? Ja, ik moet zeggen, Ik ben er slachtoffer van geworden. Nou, ja. Van de spoiler. Nou. Maar het valt gelukkig mee, want het is het was eigenlijk meer een screenshot, dus veel zie je niet. En je hebt natuurlijk ook geen context, dus je mist totaal wat erin zit. Ja. Maar het was wel weer, fuck, weet je. Dat had ik liever in het spel gezien. Ja. Dus in dat opzicht is wel kut, inderdaad. Ja. Maar kijk, ik hoef niet te weten wat het is, hoor. Maar jij hebt de direct heb je wel gezien, toch, Rex? Die direct van Xenoblade 3 bedoel je. Daar heb ik een beetje doorheen geskimd. Ik heb hem niet helemaal zitten kijken. Ja, maar niet volledig. Oké, precies. Maar goed, was het zeg maar op dat level van je kijkt naar de direct en dan denk je van, oké, ik zie te veel. Was het een beetje op dat level of was het echt van... Misschien nog wel meer. Dat is moeilijk te zeggen zonder wat het is. Ja. Zonder te zeggen wat het is. Ik ga er verder niks meer over zeggen, want... Nee, prima. Ik hoef ook verder niks te weten, want joh, het is nog over 3 dagen, man. Ja, daarom. Dan ligt hij in de bus. En dan haal ik hem gelijk digital. Dus... Digital. Ja. Ja, lekker, man. Ja, ik hou hem gewoon in de ziel, hou ik hem gewoon. Ja. Kusje erop in de kast. Ja, precies. Strikje eromheen, hoppakee. Ja, precies. Ja. Maar ben je hem ook bereid om echt 20 jaar te bewaren, Rick? Als ik hem op deze manier koop, dan zeer zeker. Ja. Tenzij iemand met een leuk bot komt. Maar ik wil hem gewoon bijvoegen bij die Collector's Edition. Ja, die nog moet komen inderdaad. Als het dan gewoon sealed is het gewoon heel flex. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel bijzonder hoe dat dan nu is gegaan met die leak. Ik weet dat Nintendo dit soort dingen toch wel redelijk close to the chest speelt. Die zijn meestal vrij laat met het uitleveren van dit soort dingen. Je kan je er donder op zeggen dat die Nintendo ninjas hier echt bovenop springen. Dat vinden ze echt niet cool. En wat me vooral verbaast is dat het zo vroeg is. Ik bedoel, die situatie die hij omschreef net, Rick. Hij is nu aan het uitstromen naar de winkels. En dat dan vandaag of morgen iemand de pinnen krijgt. En hem dan, verkoopt. Whatever. Ja. Heb je het over 1 of 2 dagen eerder. Maar dit is natuurlijk al best wel lang geleden geweest. Dus, klopt. Ja, ik verbaas me er wel over. Niet gewoon 1 of 2 kopjes. Er zijn er gewoon gelijk 25, weet je wel. Ja.
Ja. Nee, dat is inderdaad jammer van die story spoilers. Ja, ik ben zelf een beetje cautious nu geworden daardoor. Ik ga gewoon niks kijken. En ja, we zien het wel, weet je. Ik ben benieuwd. Ja, wat je al zei. Ja. Daarover. Want ik heb, tenminste, ik heb gelukkig dus geen spoilers gezien. Maar ik volg ook gewoon degene die ik volg, die spoilen die shit ook helemaal niet. Ik weet ook niet of zij een kopie hebben. En als ze dat hebben, dan zullen ze dat waarschijnlijk zeggen. Maar ik heb geen spoilers gewoon gezien, omdat ik gewoon dat soort guys dus eigenlijk helemaal niks daarvan volg. Dus echt hetgene wat ik kijk, dat komt gewoon in mijn lijst van oké, die heeft een nieuwe video, die heeft een nieuwe video. Klik ik aan, prima. Dan weet je gelijk van waar ze het over hebben, want hè, ze zitten het natuurlijk als titel eronder. Dus niks, het spoilt niet. En als ik bijvoorbeeld iets van Xenoblade 3 voorbij zie komen, dan is het vaak van of Nintendo of een YouTuber die, noem maar op, die er dan eventueel dat je met de kan subscriben, dat hij het ook over heeft. Maar het zijn geen spoilers van de game zelf. Dus daar ben ik gelukkig wel heel erg blij mee. Maar goed. Ja, wat op zich wel een beetje een ding is, en gelukkig is dat met Xenoblade niet zo heel erg, maar je hebt op een gegeven moment heb je natuurlijk wel dingen zoals Game of Thrones gehad en andere series. En wat je al zegt, van dat je dat dan niet bewust opzoekt, maar dat je echt bij wijze van spreken, weet ik veel, Bas in Alien opzet en dat er ineens iets tussenin is geëdit van een dikke spoiler van wie er doodgaat. Ja, je bent echt een compleet andere activiteit aan het doen. Je bent, weet ik veel, je bent een online game aan, of een Twitch streamer dat mensen in de comments allemaal aan het spammen zijn. Ja. Dat soort dingen, dat was soort van, oké, ik moet mijn internetkabel eruit pluggen om zeg maar spoiler-free te blijven. Gelukkig is dat mijn Xenoblade niet het geval, maar het kan echt wel annoying zijn. Ja, het is ook zeker annoying, want ik vind het slaat helemaal nergens op. Waarom doe je dat? Ik bedoel, ik ben heel blij voor je als je de game een week eerder kan krijgen of anderhalf week. Ik heb dat zelf ook gehad. En nu gelukkig was het nu in de tijd dat ik niet op het internet zat of whatever. En toen dat eigenlijk nog helemaal niet kon. Maar nu dat kan, van wat brengt het je extra om het zeg maar te spoilen? Puur eigenlijk alleen voor aanzien van kijk maar, ik heb de game eerder, weet je. Een beetje papi lopen spelen. Ja, dat gaat nergens over. Want je verpest gewoon voor heel veel gamers die hier heel lang op wachten, verpest je gewoon hun plezier. En dan kan je wel zeggen van ja, dan moet je maar uitkijken waar je kijkt. Nee, je hoort die shit gewoon niet spoilen. Heel simpel. Nou, wat jij nu zegt is precies de reden waarom ze het doen. Om het voor andere mensen te ruinen. Ik heb er geen andere verklaring voor. Ja, maar dit is echt met alles zo. Hè. Bijvoorbeeld met films, series, met alles is dit zo. En eigenlijk nu in de tijd waar we in leven is dit gewoon van... Als je iets niet gespoilt wilt hebben, dan moet je gewoon niet online gaan. Dan moet je gewoon echt gewoon... Weet je, als je in je tijdlijn al aan het skimmen bent, dan zie je al spoilers. Maakt niet uit. Facebook, YouTube, Instagram. Overal vind je die spoilers. Dragon Ball Super Heroes. Ja, het is wel... Wat ik al irritant vind, is dat die gewoon eerst in Japan is uitgekomen. Nou ja... dan is het al gewoon klaar. Dan weet ik al van, ik ga al alles weten van die film voordat die hier zo uitkomt. Ja. Dus het is echt, met alles is dit zo. Met series ook, met Walking Dead. Ik heb het ook met de Walt over gehad. Dus je ziet gewoon een titel, of een plaatje of een thumbnail, zie je al van, oké. Ja, maar met The Walking Dead, kijk, The Walking Dead is een comic geweest. Kijk, en ik heb de comics. Dus ik weet wel in grote lijnen hoe die uiteindelijk afloopt. En uiteindelijk is die gestopt. En kijk, je kan met The Walking Dead kan je zo lang mogelijk doorgaan. Nu is het wel zo van... heel veel mensen keken The Walking Dead die niet de comics hadden gelezen. Dan is het begrijpelijk van dat je dan uiteindelijk gespoild wordt. Dat is gewoon kloten. Maar aan de ene kant, zeg maar in mijn geval, omdat ik de comics heb gelezen... dan werd er iets gespoild. Ja, het wijkt af. Want er zijn inderdaad. En heel veel characters zijn ook niet in de comic. Dus dat is wel lauw. Voor als je een comic hebt gelezen, dan heb je toch nog een soort iets van nieuws. En dat is wel vet gedaan. En dat is nu hetzelfde met The Boys. Is dat ook precies hetzelfde? Ja, precies. Ja. Zijn jullie bij met The Boys? Ik ga het spoilen. Nee, gewoon. Waar is mijn button? Joh, ik moet nog beginnen met seizoen 1, man. Het is heel vet. Ik wil heel graag kijken, guys. Maar ik heb de tijd gewoon echt niet.
Ik moet echt even kijken van waar, wat moet ik gaan doen. Zometeen een Xenoblade, man. Come on. Nee, maar daarover, hè. Spoilers, hè. Dan zeggen we nu, oké, we kunnen gewoon zeggen, oké, Rick, het is seizoen 1, what the fuck. Je hebt geen recht meer. Hè? Op een gegeven moment, op welk punt is... op welk punt is een spoiler nog steeds een spoiler? Hè? Gaan we over Final Fantasy 7 praten? Hè? De classic. Nou. Is de spoiler met Ares? In principe niet. Maar ja, aan de andere kant, hè, misschien ben ik er nooit naartoe gekomen. En wil ik de game nog spelen. En heb ik zoiets van, ik ga volgende week spelen. En denk ik, what the fuck. Nou, maar kijk, ik denk dat de spoiler blijft. Totdat je gewoon niet hebt gezien. Als je niet hebt gezien, dan is het gewoon sowieso een spoiler. Het is sowieso een spoiler, maar... Ik snap wat jullie zeggen van, moet je maar spelen. Maar ja, als je er niet aan toe bent gekomen, dan blijft het gewoon een spoiler. Klopt. Een spoiler blijft een spoiler. Kijk, in mijn geval, bijvoorbeeld met The Boys, ik ben nu eigenlijk gewoon spoiler af. Want nu, het is nu wel zo van, het is nou op de derde seizoen, toch? En eigenlijk alles van het eerste seizoen is al in open en bloot, kan ik gewoon checken. Weet je, zonder dat ik de serie heb gezegd. Maar wanneer zouden wij over bepaalde events uit seizoen 1 even volgens de unwritten rules mogen gaan praten? Ja, nu. Want wanneer is seizoen 1 uitgekomen? Drie jaar geleden. Vergis je niet, hè. De serie is heel anders dan de comic. Ja, maar ik heb gelukkig de comic niet gelezen. Oh, je hebt de comic helemaal niet gelezen? Oké. Ja, ik heb de comic wel gelezen. En het wijkt heel erg af. Oké. Ja, heel erg. Eigenlijk wel. Zeg maar, er is nu wat gebeurd in de serie. Wat de einde van in de comic, dat was een dikke plot twist. En dat is hier nu heel anders aan te gaan. Dat kan niet. Ja, ik heb dat inderdaad een beetje... Nou... Het kan wel. Ja, maar het heeft er geen schijn van. Ik heb dat een beetje begrepen. Wat ik een beetje had begrepen, want ik heb de comics dan niet gelezen, is dat bepaalde events in de comics wel hier ze intreden doen. En dat bepaalde dingen inderdaad heel erg anders zijn. Ja, ik zou eigenlijk als PSA willen zeggen, van met spoilers en zo, weet je, van... Check het gewoon als je het met iemand erover hebt van, misschien had die persoon het nog niet gekeken, gelezen, gespeeld, whatever. Ja. En ja, roeien je het eigenlijk voor ze. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Ja. Dat is een beetje... Ja. Ja. Dat. Sorry, guys. Ik heb het nog niet gezien. Ja. Sorry, man. Ik wil het echt heel graag zien, maar er zijn zoveel dingen die ik nog moet kijken. En er zijn zoveel dingen die ik nog moet spelen. Ja, ik ben nu ook in een inhaalrace bezig, hoor. Want ik heb dus nu net dingen afgekeken. Miss Marvel. En nu ben ik pas begonnen aan Obi-Wan Kenobi. Dus bijna alle vrienden hebben hem ook al gezien over Obi-Wan. Dus Obi-Wan heb ik gelijk gekeken. Want dacht van, die pak ik dan gelijk even mee. En Miss Marvel wil ik ook graag zien. Maar dat is dan wel weer zo'n serie van... Kijk, ik ken de character Miss Marvel. En ik ben niet zo'n fan van die character Miss Marvel. Ik vind het wel cool, maar ik geef mij maar Carol Danvers. Ja, die serie, ik... Weet je wel? Niks, maar... Ja, maar, nee, precies, nee. Weet je. Je kan hem net goed skippen. Kijk alleen de end post-credit, dan ben je helemaal bij. Ja. Ah, dat is Marvel. Ga van post-credit naar post-credit. Ja. Nee, maar eerlijk. Zullen we gewoon een post-credit film maken? Ja. Overigens, van Marvel series, ik vond Moon Knight vond ik echt super awesome. Volgens mij heb ik dat al 3 keer gezegd. Dus, Maakt niet uit. Hij is nog steeds... Hij wordt niet minder awesome daardoor, hè? Ik was er niet helemaal deel van die serie. Ik was niet deel van die serie. Ik was er niet wild van. Maar dat komt gewoon puur... Van Moon Knight was ik niet wild van. Ik vond wel... zijn performance vond ik echt awesome. Vooral die twisted, vond ik heel tof. En ook omdat het wel een andere richting gaf. Een ander soort Marvel-stijl. Wat donkerder. Ja. En dat vond ik wel erg tof. Maar voor mij was het meer van... net als bijvoorbeeld Loki ook. Ik had met Loki bijvoorbeeld gedacht van, nou, misschien is dat een goede origin story. Was het niet, want het ging uiteindelijk ver. Maar deze, de origin story van deze, het moest bij mij nog hitten. Het hitte me pas later, maar dan was het eigenlijk een beetje te laat. En misschien moet ik hem gewoon nog een keer kijken, want ik bedoel, de effects waren wel erg cool. Maar ik ben wel benieuwd om het seizoen 2 te kijken voor
zo voor zover een seizoen 2 komt, ik neem aan voor. Ja, dat denk ik wel. Maar dat gaan we echt wel kijken. Het is niet van dat ik boring, dat het boring was of zo. Dat zeer zeker niet. Maar ik was er niet wild van. Nou, ik vond het vooral heel vet dat het gewoon, het was een keer iets heel anders dan alle Marvel. Het ging een totaal andere richting uit, hè. WandaVision was natuurlijk ook een andere richting. Nou, dat was niet helemaal wat geworden is en dat ontaarde eigenlijk in standaard Marvel crap. Om even onderbiedig te zeggen. Chatty was helemaal lauw van Moon Knight. Want op een gegeven moment lag ik te slapen en dan kon iemand buiten. Ah, Moon Knight! Chatty was staat te rennen. Die gast helemaal wild, dus ik weet niet wat het was. Met een cape en een masker. Ja, maar... Kijk, Moon Knight was vet, maar ik zou het niet erg... Kijk, weet je, het werd heel erg gehyped af van... Ja, Moon Knight, fucking bloederig, gruwelijk badass. Maar dat was het totaal niet, vond ik. Dat had meer erin kunnen gaan. Als je meer die twisted actie erbij erin had gegooid... Ja, dan zou het richting Boys gaan, man. Dat wel. Dat kan niet op Disney, vriend. Nee. Marvel's, het is of Deadpool of de rest. Dus ik ben altijd wel de rest. Juist. Dat is een beetje probleem. Dit weekend was San Diego Comic Con natuurlijk, hè? Ja. We hadden daar inderdaad nog even naar gekeken. Tenminste, ik zag op een gegeven moment het Phase 5 plan voorbij komen. Wat heel veel mensen zeiden, geen X-Men, geen Fantastic Four, geen Deadpool. En dit was het plan tot 2025 volgens mij. Dus je gaat de komende 3 jaar nog helemaal niks zien daarvan. Als je geluk hebt, ga je nog misschien een tease krijgen. Maar er komt geen film, geen nieuwe Avengers. Dus heel veel mensen hadden zoiets van, nee, dit is echt een weak-ass line-up. Ja. Dus goed. Ik moet het maar zien, want het is weak ass, omdat hetgene wat ze verwachten, is er niet. Ik wil niet gelijk zeggen dat het weak is. Nee, kijk, weet je wat het probleem is in mijn optiek? Hè? Kijk, Marvel heeft natuurlijk nu de echt bekende, die hebben ze nu gehad. En nu, in mijn gevoel, ga je wat meer de obscure dingen in. Die wat minder bij de general kenbaar zijn. Hè? En de fans die ze natuurlijk allemaal geweldig vinden. De diehard fans, om het even zo te zeggen. Maar voor de general appeal, ja, weet je... Ik weet niet. Ik heb altijd zoiets van... Dit gaat het niet meer evenaren in wat het bij het begin deed. Ik weet natuurlijk niet. Kijk, laat ik even zo zeggen. Mijn knowledge van alle Marvel comics, die eindigde inderdaad een paar phases geleden. Hè. Moon Knight heb ik nog nooit van gehoord. Miss Marvel, die kende ik dan wel. Scarlet Witch heb je natuurlijk uiteraard ook wel eens van gehoord. Hè. Maar er zijn heel veel dingen die nu erin gaan komen dat ik denk van... Ik weet het niet. Maar hoe zitten jullie daarin? Hoeft voor mij niet. boeit me niet. Miss Marvel boeide me totaal niet. Dus wat jij zegt, Sebas, ben ik wel mee eens. Alleen, toch wat ik wel gevoel heb van die obscure dingen, van dingen waar ik nog nooit van heb gehoord, is op zich ook wel leuk. Weet je, het hoeft niet elke keer te gaan over een Iron Man en een Captain America. Dus ik ben wel benieuwd, maar dus daarom heb ik, dus Moon Knight vond ik super vet. Maar Miss Marvel dacht ik ook van, iets nieuws kicken. Maar dat vond ik echt helemaal niks. Voor Miss Marvel wist ik sowieso... Kijk, ik wil die sowieso wel zien, gewoon om te kijken omdat het gewoon Marvel is. Maar voor Miss Marvel wist ik wel van, weet je... Dat gaat echt een beetje de kiddie kant op. Ook puur omdat in de Avengers storyline... Carol Danvers, die zit eigenlijk... zit ze bij de Avengers, dat is later ook gekomen. Zij was Miss Marvel. Uiteindelijk werd ze Captain Marvel. Maar er moest weer een Miss Marvel komen. En dat is dus uiteindelijk deze Miss Marvel. Ik weet niet precies wat de storyline in de serie is. Maar je hebt in de comiclijn en in de animatielijn heb je ook Young Avengers. En daar zitten dus ook dit soort kleine characters tussen. En kijk, daar willen ze waarschijnlijk ook wat mee gaan doen. Want hoe je het ook bent of keert... Moet je me even helpen, Rick. Rogue, die had de powers van Miss Marvel gekregen, toch? Of is dat een ander... Rogue van de X-Men, die heeft iemand gedraind van de powers waardoor ze kon vliegen en al die andere dingen. Wie was dat? Ik dacht dat het Miss Marvel was, maar... Dat is Miss Marvel, want hun twee hebben een hele goede fete met elkaar, ja. Rogue en Miss Marvel. Ja. Maar is dat dan weer een andere Miss Marvel, of...? Dat is dezelfde Carol Danvers. Ja, dat is toch, zie je wel. Ja, want Carol Danvers was Miss Marvel. Later is ze
Captain Marvel geworden. De eerste Captain Marvel, dat was een dude. Ik weet eventjes niet hoe die dude heet. En Carol Danvers, die heeft toen de tijd de powers van die Captain Marvel gekregen, omdat zij te dichtbij stond bij, even kijken, ik weet niet meer hoe dat ding heette. In ieder geval dichtbij bij een device. Hij werd attacked, dat ding ontploft. Uiteindelijk komen ze samen in zo'n melting ding en zij krijgt de powers van die dude. In latere comics blijkt het uiteindelijk dat Carol Danvers niet alleen zeg maar human is, maar dat zij dus part human, part Kree is. En daarom dus dat zij dus heel makkelijk die powers kon krijgen. Die comics heb ik toevallig ergens hier liggen. Even kijken. Rogue. Ja, Rogue. En Carol Danvers. Die vinden elkaar niet zo aardig. Nee, dat weet ik nog inderdaad. Van die 90s X-Men en, cartoon. Ja. En... maar dat is dan ook weer iets voor een later, later. Maar zij heeft wel de powers van Carol Danvers. Oké. Ik toch een soort van semi-goed. Ja. Maar weet je wat ik persoonlijk dan nog even terugkomend op dat hele verhaal. Hè? Je zou dan nu juist denken dat ze wat meer vrijheid hebben om het een andere richting uit te gooien. Met qua films dan in ieder geval. Ja. Dat zit er nu nog niet echt in. Je hebt Black Panther. Ja. Die hebben de nieuwe trailer van gezien ook, inderdaad. Ja. Black Panther komt, Captain Marvel 2. We hebben onlangs hebben we Thor, Doctor Strange. Even kijken hoor, dan hebben we die andere, de Eternals serie. Och. Of dat wel wordt, vraag maar af. Weird as Morbius. Hey, it's Morbin time, jongen. Kijk uit dat je zegt. Yep. Ja, dat lijkt me ook. Dan heb je uiteindelijk Iron Man 4. Miss Marvel serie. Ik denk dat ze uiteindelijk weer iets aan het brouwen zijn voor een nieuwe selectie aan Avengers. Ja, dat moet gewoon met X-Men en Fantastic Four en dergelijke erbij komen. Dat is echt voor mijn gevoel gewoon hetgene wat echt wel weer wat gaat doen. Ja. En waarom ook? Want je hebt die nieuwe film dus van Thor, Love and Thunder. En daar komt dus uiteindelijk die Lady Thor. En die zit later ook bij de Avengers. Ja, andere capaciteit dan we eigenlijk dachten, volgens mij, dat heb ik al gespoord gekregen, helaas. Ja. Nou, ik heb gelukkig niks gespoord gekregen, dus ik moet hem nog zien. Dus, Ga die film kijken, want ik heb hem gezien en... en je wilt niks spoilen, Chas. Ga kijken. Smart man. Als laatste nog, want ik heb die Black Panther trailer heb ik ook gekeken. Heel veel mensen vinden het een super vette trailer. Nou, ik vind het op zich, als je kijkt naar hoe die in elkaar steekt, prima. Hij moest me echt ontzettend denken aan die Avatar. Way of Water, dat is echt het één-op-één kopie. Ja. Dus, maar we hebben hem allemaal gezien, neem ik aan, die Black Panther trailer. Ja, ik wel. Yep. En wat vonden we ervan? Want ik moet zeggen, ik vond het mooi geëdit en dergelijke, maar story-wise heb ik zoiets van... Ja, ik weet ook niet wat er aan de hand is. Ja. Kijk, ik ben het is heel benieuwd hoe ze dit gaan aanpakken. Nou, ik ben benieuwd dus van wie... Want was nou bekend wie de nieuwe Black Panther zou zijn? Nee. Er is een tease natuurlijk dat je iemand in de Black Panther suit ziet. En dat is wel hevige speculatie. Maar ja, je ziet hem of haar van de achterkant. En je hebt gewoon geen idee. Er waren wel natuurlijk wat hints over die Shuri. Dat die het misschien zou gaan worden. Maar die actrice van die Shuri doet, die heeft wat questionable views, om het maar even zo te zeggen. Dus die is een beetje uit de gratie gevallen bij de fanbase. Dus het is een beetje out of the open. Heel veel mensen denken dat ze daardoor niet Shuri willen gaan doen. Omdat dat te veel controversie op zou leveren. Hetzelfde als met Aquaman en Amber Heard. Dat is natuurlijk ook wel erg lastig nu op dit moment. Ja. Dus het is een beetje out of the open. Niemand weet het echt. En op zich goed, hè, dat het niet gespoild is. Eindelijk. Ja, precies. Ja. Ja, we hebben het erover. Prima, helemaal goed. Het is wat dat betreft uitstekend. Ja.
Maar net wat je zegt, de trailer heel goed geëdit, maar je krijgt er niet echt uit van oké, wat zal de story zijn? Waarschijnlijk gaat het wel over een huge loss. En vaak heb je, als je een huge loss hebt, dan gaat het over de main character, lijkt mij. Ja, en, dat kwam een beetje naar voren. Het was een beetje all over the place. Maar ik ben er wel erg benieuwd naar, ik wil hem wel graag zien. Ja. Maar hoe zijn wat vonden jullie van de eerste? Nou, ik vond de eerste echt een hele toffe film. Heel veel mensen die zeiden, oh, best film ever. Nou, weet je, dat nou ook weer niet. Maar hij was wel goed. Hij was gewoon goed, maar hij was een beetje geruined. Want dat is natuurlijk op het laatste, met die fight scene in die, weet ik veel, metro, even onderbiedig gezegd, metrostation, dat er echt niet uitzag. En dat is dan heel erg jammer dat de highlight van de film is en dat het er zo verschrikkelijk uit een 90's videogamer eruit ziet, zeg maar. Dus ja, ik vond hem goed. Ja, toch. Ja, nee, ik kan er ook niet zoveel over zeggen. Gewoon, ja. Laat me maar verrassen. En het andere vraagje, want je leest dan heel veel comments over, er wordt natuurlijk al gereviseerd wat jij net al zei, van een great loss en dat soort dingen. Hoe zijn jullie persoonlijk connected met characters? We hebben Paul Walker gehad in The Fast and the Furious natuurlijk. Die tragisch om het leven is gekomen. We hebben natuurlijk Chadwick Boseman gehad. Die dan Black Panther speelde. Die natuurlijk ook is overleden. Ook heel tragisch uiteraard. Maar je ziet dan tenminste heel veel. Hè? Ik vind het echt super kut wat er is gebeurd. Hoe het is gebeurd, noem maar op. En je ziet daar heel veel mensen die dan zeggen met een trailer van... Ja, en ik was moved to tears en dergelijke. Dan denk ik, ja, weet je... Die connectie heb ik persoonlijk dan ook weer niet met dat soort mensen. Nee, dat heb ik ook niet. Nee, alleen met Stan Lee, want ik mis de cameo's. Ja, maar dat heb je dus ook. Want kijk, en dat hoeft dus voor mij ook niet. Stan Lee is gewoon legend. Hè? Maar wat ze dus nu willen gaan doen... is hem toch alsnog erin doen door middel van... Wat zijn die nieuwe technologieën? Ja, dat hoeft voor mij ook weer niet. Ik bedoel, de man is gewoon dood. Klaar, weet je. Doe dat gewoon niet. Dus ik vond het wel grappig. Maar het hoefde voor mij ook weer niet. Want ze hadden toen ook Stan Lee in de Spider-Man... animatieserie hadden ze hem er ook bij gedaan. Maar toen leefde hij nog. Dus dat was nog leuk. Maar nu denk ik van, ja joh, doe gewoon niet. Weet je, doe Deadpool. Als cameo of zo. Ja. Maar dus we hebben allemaal niet dat soort connecties dat wegzeggen van nee, ik ben dat move to tears en dergelijke. Nee. Voor mij is een acteur gewoon een acteur, is gewoon een dude of a chick. En ik heb verder leuk als diegene goed kan acteren en dat die, want dat is hetgene wat acteurs doen, zich brengen me vertier. That's it. Ik weet niet wat je leven is. Ik weet niet of je hoeveel konthaar je hebt of hoe je billen veegt op het toilet. Dat maakt me allemaal geen flikker uit. Ik ken je niet. Ik keek een serie en daar ging een dude dood. Ik ga niet zeggen welke serie, Glee. Glee. Maar daar ging een dude dood. En nadat die dude dood is gegaan, was die serie wel echt een stuk minder geworden hoor. Ja, oké. Okay, ja, maar dat is in progress. En die dude is niet really dood, of wel? Hij was echt dood. Was die gast echt dood? Of was hij gewoon in de serie dood? Nee, echt dood. Hij was gewoon echt dood, oké. Echt man. KO, ja man. Game over. Ja. Maar het was, na zoveel seizoenen met die dude en dan ineens is hij er niet. En dan, er was ook zo'n aflevering gewoon dedicated naar hem. En dan, Dat vond ik wel impressive, om eerlijk te zijn. Toen had ik wel zoiets van wow, toen werd ik wel een beetje van soort van Terry, soort van semi bijna huilen, maar dat pakte me wel, dat moet ik wel eerlijk zeggen, man. Ja, maar dat vind ik een klein beetje anders inderdaad, omdat je zegt, het is een ongoing ding. En bij wijze van spreken is die van de ene aflevering naar de andere aflevering is het op een gegeven moment niet meer. En vooral dat is natuurlijk ook ontzettend moeilijk om dat te handelen vanuit een bepaald perspectief. En met acteurs, met films is dat toch natuurlijk iets anders, omdat er meestal wel een paar jaar tussen films zitten. Maar nee, met een serie snap ik dat wat meer, Alright, nou goed, even over naar wat lighter subject. We hebben natuurlijk al in meerdere podcasts hebben we al aangehaald dat de Wii U eShop en de 3DS eShop gaan sluiten.
Dat is give or take volgens mij nog een maand dat je nog te goed kan storten. Daarna kan dat niet meer en kan je nog wel wat dingen kopen. Dus als je nog wat credits hebt, wat geld op je account hebt staan, dan kan je het nog wel doen. Je kan nog een paar andere dingen kan je wel doen, maar je kan dus niks meer replenishen. En nou heb ik even zitten kijken, want we hadden natuurlijk de... op de 3DS heb je natuurlijk de eShop, de Virtual Console. Maar die heb je ook op de Wii U. En voor mijn gevoel is die op de Wii U toch wel wat beter dan de 3DS. 3DS is met sommige titels ook wel goed. Dus ik ben even gaan kijken van, oké, wat hebben we nou op de Wii U eShop te koop aan Virtual Console titels, wat we nu op dit moment niet kunnen spelen op de Switch. Want in principe, hè, straks ben je die content gewoon kwijt en dan moet je maar hopen dat ze het wel of niet gaan toevoegen aan de Switch Online dienst. Hè. Het zou natuurlijk tof zijn dat ze dat wel doen, maar Nintendo kennende zit dat niet in de kaarten op dit moment. Dus nou, wat je bijvoorbeeld hebt voor de NES, om even een paar titels door te nemen, heb je Mega Man 2, 3 en 4 die erin zitten. Kid Icarus zit erin. We hebben Castlevania 2 zit erin. We hebben Ninja Gaiden die erin zit. Uiteraard de Mario games. Castlevania 3 zit erin. Mega Man 5, 6 zitten er ook in. Dat zijn best wel wat titels die je volgens mij nu niet op de Switch Shop kan spelen. Nou, als we dan naar de SNES gaan, dan heb je Mega Man X die erin zit. Castlevania 4, Mega Man X 2, Mega Man X 3, Mega Man 7. Castlevania Dracula X. Ook wel weer. Mario RPG, die zit volgens mij ook niet in de eShop of in Switch Online. Volgens mij niet. Ja, zit hij wel in de Switch Online? Switch Online. Ja. Mario RPG? Ja, okay. Klopt. Ja, ja, RPG. Klopt. Oké, nou dan heb ik die niet gezegd. En op een gegeven moment kom je natuurlijk bij twee systemen uit die nog helemaal niet erin zitten. En dat is de Nintendo DS, drie systemen eigenlijk. Nintendo DS, Game Boy Advance en de Wii. Er zijn ook virtual Wii consoles. TurboGrafx ook, of niet? Ja, TurboGrafx ook, daar wil ik zo meteen nog even naartoe komen. Maar weet je bijvoorbeeld, ziet op Game Boy Advance... heb je Zelda Minish Cap, Golden Sun, Wario Land 4, Advance Wars, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, Castlevania, Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Area of Sorrow, de Mega Man Zero games. Hè. Dat zijn echt wel gewoon grote releases. En als je dan naar Nintendo DS nog gaat kijken, dan hebben we, even kijken hoor, Metroid Prime Hunters. Fire Emblem Shadow Dragon erop staan. Zelda Phantom Hourglass, die andere Zelda game, Spirit Tracks. Star Fox Command is niet heel erg boeiend, maar in Luigi Partners in Time. Maar ook alweer een paar titels die je denkt van, hey, ja, weet je, jammer dat je die kwijtraakt. En in sommige gevallen, als je die nou fysiek moet gaan kopen, wordt dat best nog wel een dingetje. Dus ja, mijn vraag is eigenlijk, ja precies, maar ook Golden Sun is volgens mij ook wel aardig wat in prijs gestegen. Volgens mij ook, ja. Dus hebben jullie zoiets van, hey, ik ga toch wel even kijken of ik daar iets kan kopen? Of heb je zoiets van, nee, ik laat dit lekker voor wat het is en ik hoop dat ze het ooit een keer op de Switch gaan hebben? Kijk, zeg maar, ik ga nu gelijk even... Ik ga even... Oh ja, 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 ja. Ik ga even een pick-up doen. Een pick-up, even snel, ja? Tussendoor. Dus ik heb dus we interrupt deze bad boys gehad. Hey! Ah. Dus dat is 1 keer 15 en 2 keer 25. Nice. Mijn antwoord erop is, ja, ik ben serieus nu titels aan het scoren, daar zo. En ja, ik heb dus de Pokémon games heb ik gehaald. Dus, ja, die stonden ook op inderdaad. Dus maar dan de Gen 1, weet je, de Red, Blue, Yellow. Want die heb ik dus gehaald. En daar heb ik, ja, zeg maar, op de Wii U heb je dan, zeg maar, de Mario Advance. Welke was het? 3 volgens mij? Was het 3? Mag ik afspieken hoor? Ja, je hebt er meerdere, ja, inderdaad. Ja, 4. Mario Advance 4. En daar zit allemaal special dingen in, wat je dan niet in de normale andere versies hebt. Zeg maar, vroeger in Japan had je van die kaarten. En die kon je dan in de level erbij, dan krijg je gewoon extra levels erbij. En in de Wii U versie zitten al die levels zitten er al standaard in. Die hebben wij hier nooit gekregen, dus dat is wel lauw. Dus die wou ik graag hebben. En dan eigenlijk de rest van de Pokémon games. Die allemaal ook verdwijnen. Dus ja, ik en dan ben ik nog niet klaar, dan wil ik nog meer aan hoor.
Dus ik ben serieus wel... We believe. Een paar dingen better gaan... believe it, son. Ja, we zijn zeker wel daarmee bezig, ja. Dus ja, daar. Oké, oké. Is Rex er ook mee bezig? Rex heeft zichzelf op mute staan. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, dan is het niet nodig. Nou, het is, dat was inderdaad een beetje mijn benadering. Kijk, ik highlight nu de Wii U omdat die shop natuurlijk gaat closen. Maar omdat we natuurlijk al zeiden van Golden Sun bijvoorbeeld. Volgens mij is er niet echt een andere alternatieve manier, behalve dan een fysieke kaart hebben nadat de Wii U shop naar beneden gaat. Dus... Nee. Ja. Oké. En Rick en Walt, zijn jullie nog van plan om daar iets van te halen? Nee. Ik persoonlijk was er eigenlijk al ver van tevoren mee begonnen. 4DHS. Hij was al ver van tevoren aan het preppen voor deze shit. Ja man, maar ik heb wel aardig wat DS-spellen heb ik gefixt. Want ik wilde eigenlijk die DS-spellen wilde ik uitvergroot kunnen spelen en met... Stylus functionality, dat ga je niet kunnen emuleren op dezelfde manier. Nee. Dus dat maakt het voor mij al meerwaarde van, nou, ik heb Mario Kart zitten spelen en ik heb eigenlijk geaimd op de 3D uitziende games meer. Dus Mario Kart DS en Mario Hoops 3-on-3 had je ook. Want ik wilde het gewoon op een groot scherm kunnen spelen. En ja, bij meer 2D games heb ik dan zoiets van, dat kan ik wel gewoon met een emulatortje doen, of ik heb hem al. Het ging mij ook echt gewoon om de touch functionality, dat soort dingen. Voor de GBA heb ik eigenlijk de Minish Cap heb ik gefixt. Ik heb 2 Kirby games had ik al gehaald, omdat die gewoon in prijs heel erg stegen. Dus ik dacht, nou, als ik ze dan nu cheap kan halen, dan heb ik ze alvast. En dan zie ik wel of ik ze ooit nog kan obtenen, maar waarschijnlijk niet. Dus ja, dat is ook een manier om te doen. En ik heb ze gedownload en ze staan hier gewoon op mijn Wii U. Dus ze blijven daar lekker staan. Ik heb ook nog een aantal NES games gekocht. Omdat ze Zapper functionality hebben. Dus Hogan's Alley, Duck Hunt. Die kan je lekker met je Wii U'tje doen en je Wiimote. Dan kan je shit op de tv doen zonder een CRT-tv te pakken. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel meerwaarde. Om dat te doen. Ja, en vooral eigenlijk een beetje de zeldzamere titels die zo eigenlijk goedkoper te kopen zijn op die manier. Dan, ja, ik moet inderdaad nog wel de Fire Emblems gaan fixen, denk ik. De GBA-versie. Ja, klopt. Versies. Me too. En de DS-versie, want het is veel cheaper om het zo te doen. Dus daar wil ik denk ik wel bij zijn om dat even te fixen. En wat Chad zei over die Mario Advance... Die ga ik denk ik ook wel halen, omdat je dan die extra's erbij krijgt. Ik heb trouwens ook de Sonic, volgens mij 1 en 2 heb ik ook gehaald. Sonic die kan je dan in 3D spelen. Dat vond ik ook wel een vette toevoeging. Ook al speel ik nooit de ja, voor de 3DS. Maar... Ja, 3DS. Ja, klopt. En, ja, dus die heb ik ook gewoon gehaald, maar dat is wel gewoon vet om in 3D te spelen, die Sonic. Ja. Nee, dat is wat je zegt wel, die Fire Emblem games, er zijn er 3 zijn er in totaal inderdaad op te verkrijgen. Sacred Stones, Fire Emblem en nog een andere. Maar ja, good luck buying it op kaart. Fysiek. Ja, ja dat heb ik dan opgegeven inderdaad. En dan denk ik, nou, misschien doe ik het dan zomaar. Ja. Dan heb ik ze in ieder geval. En ja, nooit meer wissen je SD-cards en dingen. Dat, daarop downloaden en laten staan. Jij, Rick, ga jij nog dingen halen? Nee, ik ben niet echt van plan om daar nog wat te gaan halen. Ja, die Fire Emblem misschien, maar verder... Nee, ik ben daar ook niet echt mee bezig geweest. En wat je ook al zei, kijk, dat zijn de DS-titels en de... Game Advance. Ja, Advance-titels, ja. Nou ja, die Golden Sun, daar ben ik nog wel geïnteresseerd in. Ja. Dat is wel een titel en dat is wel, die is wel, als je die nog...
ergens physical kan krijgen voor weinig, dan heb je echt geluk. Ja. Ja, nee, dat er een sale komt. Nou, dat is een beetje het probleem, want er zijn natuurlijk een paar dingen die gebeuren zometeen. Je kan zometeen nog geld erop storten en daarna kan je natuurlijk nog steeds die dingen kopen. Dus technisch gezien, je hebt nog volgens mij een jaar voordat die echt offline, dat er geen purchasing meer mogelijk is. Dus je zou inderdaad gewoon nu kunnen zeggen van, nou goed, ik pleur 100 euro of weet ik hoeveel erop en ik wacht. En zodra er dan een sale komt, dus een final sale of whatever, ze kunnen natuurlijk doen van... Zometeen ga je de laatste maand in, dan heb je al een final sale. En het kan ook zijn dat ze het echt letterlijk in de laatste maand doen. Alleen het probleem is dat als je dan geen funds meer kan storten en je hebt geen funds erop staan. Dus het is een beetje een gamble. Dus aan de andere kant kan je natuurlijk nog steeds voor de prijzen die ze nu zijn, zo ook aan het einde van de tijd nog wel kopen. Dus dat is een manier. Ja, ik durf het niet te zeggen. Normaliter doen ze altijd. Hè. In het verleden, als op andere platformen titels gedelist werden... kreeg je een maand notice en dan was het, joh, 80% korting of whatever. En dan kreeg je gewoon nog een mogelijkheid om te kopen. Nou, het is Nintendo, dus je weet het niet. Ja. Maar ik zou het wel verwachten, als ik heel eerlijk ben. 3DS heeft regelmatig Atlus games in de sale gehad van 5 euro per stuk. Daar zit ik nog op te wachten tot dat een keer voorbij gaat komen, maar so far helaas niet. Dus ja, ik verwacht het wel, maar ik kan nog geen zin. Ga jij nog wat nadenken, Sebastian? Wil jij nog dingen? Ja, zeker. Ik heb dus van de week heb ik mijn Wii U aangesloten. Ik had natuurlijk een nieuwe Wii U had ik gekocht. En nou, dan moet je natuurlijk eerst Nintendo bellen om je network ID los te koppelen van je oude Wii U. Ik moet zeggen, dat was super chill. Ik moest al even zoeken naar het telefoonnummer, maar uiteindelijk had ik een nummer te pakken. En ik bel die gasten en nou, wat is je ID en wat is je mail en wat is je geboortedatum? Oké, nou, over 10 minuten is hij losgekoppeld. Weet je, dus dat was super chill gedaan. Ik kon hem gelijk weer koppelen. Maar toen ben ik de e-shop ingegaan. Allereerst om gewoon mijn downloads weer opnieuw binnen te halen. Want ik had een paar van die dingen gekocht, zoals Super Metroid en Mario World en nog wat andere dingetjes. En toen dacht ik, oh ja, wacht, die Virtual Console, dat is nog een ding. En toen verbaasde ik me eigenlijk over wat voor titels erbij zaten. Earthbound en dergelijke. En Earthbound Beginnings, die zijn natuurlijk wel op de Switch op een gegeven moment uitgekomen. Maar ik had wel zoiets van, hey. Maar ook voor de Wii bijvoorbeeld, Metroid Prime Trilogy, die kan je in de e-shop kopen voor 20 euro. Nou, de enige andere manier om nu te kopen is fysiek. En dat betaal je ook 80 euro voor of zo is eigenlijk. Ja. Dus ook voor Wii games. Die had ik al gehaald op het begin. Die moest ja, ik ook. Hebben. Ja. Nou, die heb ik toen weggedaan, omdat er toen onwijs veel rumors rond te gingen over de remake voor de Switch. Nou, dat is inmiddels 2 jaar geleden geweest en dat is nog steeds niet gebeurd. Ja. Dus ja, dat was een beetje jammer, zou ik maar zeggen. Maar ook de Wii-titels, Pandora's Tower staat erop, Less Story volgens mij ook, en heel veel andere. Dus het is zeker nog wel de moeite om even naar te kijken. Om in ieder geval dat soort dingen ook nog binnen te halen, want dat kan je natuurlijk niet meer via de Wii gewoon doen. Dus, die heb ik dan in ieder geval wel physical, maar het is wel, wel even goed om, ja, om even daar naar te kijken. Want er zaten nog best wel wat juweeltjes die je gewoon over het hoofd hebt gezien. Van hey, dat zijn eigenlijk best wel goede games nog. Ja, ja exact, dat is inderdaad. Is, Misschien moet ik ook maar even kijken. Weet je... Ja, je gaat gewoon kijken. Wel, ja, kijk gewoon even... En ik moet wel zeggen, kijk, op een gegeven moment kan je dus geen tegoeden meer storten op je consoles. En ik bepaal gewoon voor jezelf van, oké, ik wil x bedrag uit gaan geven. Stort dat lekker erop. En ga dan kijken wat je ermee kan doen. Wanneer er een sale gaat gebeuren. Als er Want even voor de duidelijkheid... Na 29 augustus kan je niet meer die prepaid cards, die kaartjes kopen. Wat is dan de andere manier om geld erop te krijgen dan? Die is er niet meer. Dus na de 29ste is er gewoon helemaal geen optie meer om geld erop te krijgen. Want Walt doet het bijvoorbeeld via PayPal, toch wat? Ja, mijn manier is, ik ga naar de Nintendo website toe op mijn laptopie. Ik kijk daar gewoon in stores, virtual console shit, ook voor 3DS, Wii U, staat er nog op. Dan koop ik ze gewoon, maar ik doe dat met PayPal. Ja, maar jij koopt een prepaid card. En niet de game zelf. Koop je de game zelf? Nee, ik koop geen prepaid card. Ja, het is gewoon, via PayPal, want ik deed dat ook zo. Via PayPal en dan koop je het direct en dan staat dat bedrag via staat op jouw... Ja, en dan vervolgens kan je gewoon je systeempje openen waarop je het hebt gekocht. En dan ga je gewoon naar die shop daar toe en dan download je hem gewoon. En heb je dat recent nog gedaan? Want ik heb een tijdje terug op mijn 3DS wilde ik dan met mijn creditcard iets kopen. En dat werkte niet op mijn 3DS zelf. Toen zei hij gewoon van, kan niet, je kan alleen mijn prepaid gebruiken.
Ja, ik doe het nooit met creditcard in ieder geval, maar ik denk dat het eigenlijk nog wel werkt. Ik heb het niet heel recent gecheckt. Ik heb niet heel recent nog wat gekocht voor 3DS of Wii U, wat ik weet. Maar ik ga het waarschijnlijk wel binnenkort weer op dezelfde manier doen. Dus dan kan ik dat nog even confirmen. Ja, laat het even weten inderdaad. Of dat nog zo werkt. Nou, ja. Ik denk wel dat de laatste titels voor de GBA waren... Voor mij was het een Kirby-game. Ik denk dat het half jaar geleden is dat ik het nog zo gedaan heb, zeker wel. Ja, maar dat is dan wat in maart hebben ze de creditcard-functionaliteit hebben ze dichtgegooid. Dus dat zit dan ja, ruim in die periode. Zoals ik het had begrepen, is er geen mogelijkheid. Het enige waar ik een vraagteken over had, was dat je een soort van je wallets kon mergen. Dat je dus je e-shop tegoed van de Wii U kan mergen met je tegoed van je Switch. En dat je daar dan uit kan poelen. En dan zou je dus een workaround hebben door te zeggen... Oké, ik stort het op mijn Switch. Ja, op je Switch. En ik gebruik dat op mijn Wii U. Dat is een optie waarvan ik nog niet helemaal zeker weet of dat zo werkt. Misschien werkt het alleen andersom. Oftewel, Switch kan je van je Wii U afhalen. Maar niet van je Wii U op je Switch. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Hoop ik. Ja. dus echt wat Chat ook zei... na augustus... stopt heel de prepaid of de kaartjes toestand. Maar je kan nu wel op de normale manier nog geld erop storten, toch? Via prepaid cards. Ja. Maar niet gewoon vanuit jouw... Voor mij, vanuit mijn creditcard in ieder geval niet. Walt heeft dan nog de optie voor PayPal. Dat is nog een question, want dat heb ik zelf niet geprobeerd. Maar voor creditcard weet ik 100% zeker dat het niet kan. Prepaid cards en dat is het dan. Misschien dan maar een merger van iemand. Walt doet het via de Nintendo site, hè? Maar niet via de e-shop, hè? Nee, maar in principe zou dat niet uit moeten maken. Het is meer van... Nee. De laatste keer dat Walt het heeft gebruikt... is langer geleden dan de laatste change die ze gedaan hebben met de dingen. Okay. Dus ja, dat denk ik wel, Dat is de enige waarvan ik zeg... van daardoor zou het niet kunnen. Maar als het wel kan... Weet je hoe je het ook kan zien? Weet je hoe je het ook kan zien? Als ik nu naar de Nintendo site ga, ik ga zoeken op games. En dan heb je je linkerkant, heb je zeg maar je speelbaar op Wii U, beschikbaarheid. Daar kan je al je dingetjes aanvinken wat je wil. Dus ik zeg nu speelbaar op Wii U. Dan kan je nog alle prijzen zien bij... bijvoorbeeld Super Mario World, Super Mario Advance 2, dan staat de prijs er nog bij. Klik je daarop, dan krijg je de pagina te zien. En dan zie je nog dat er een Nintendo eShop bij staat met prijs. En gewoon de knop met verder met aankoop. Dus ik kan dit nu gewoon doen op de manier hoe ik het altijd doe. Ja, maar dat is het probleem niet. Ja, want bij sommige titels, als dat niet meer kan... dan zie je geen prijzen meer, dan werkt die pagina niet meer. Nee, maar dit zijn twee verschillende dingen die je door elkaar heen haalt. Want je kan het aankopen, dat kan je ook op de 3DS e-shop doen. En op een gegeven moment zeg je van, oké, ik wil hem kopen. Dan checkt hij je funds, die je op dat moment in je wallet hebt. En dan zegt hij, oké, je hebt geen funds in je wallet. Wil je dat toevoegen? En dan kon je dat in het verleden kon je dat doen. Dus dat hele proces wat je nu beschrijft, dat is exact hetzelfde gebleven. En in die laatste stap, ja, dan zegt hij van, oké, je hebt niet voldoende. En dan moet je dus een prepaid card doen. En creditcard werkte voor mij dan niet meer. En daar gaat het mis, want je kan het nog steeds kopen, dat klopt. Wat jij dus nu zegt, heb je dan niet ook een optie, want dat heb je bij de Switch wel. Dan heb je geen tegoed op je funds normaal, of op je Switch. Maar dan heb je op een gegeven moment, dan kan je tegoed aanvullen het bedrag wat je benodigd hebt of meer. En dan kan je niet kiezen via PayPal, want dat... kan bijvoorbeeld bij de Switch kan het wel. Maar in plaats van... Die optie heb ik niet gehad. En het enige wat hij aangaf is van... je kan prepaid kaarten gebruiken daarvoor. Dat is het. Dus letterlijk van deze functionaliteit is nu uitgesloten. Want in principe, zometeen na eind augustus... heb je geld erin zitten... moet je het nog steeds kunnen kopen. Dus je moet nog steeds al die stappen doorlopen die Walt net beschreef. Dus ik heb het idee dat het in de laatste stap... dan misgaat. En dat hij gewoon zegt van... hey, kan niet, doe maar een prepaid kaart kopen. Zal ik voor de grap nu Super Mario World kopen? Ja, doe het. Je wil hem toch hebben. Je zit een live pick-up Walt, jongens. We zijn er live bij. Ja, jongens. Walt, ja, man. Do it. Do it, man. Do it, man. Doe het. Doe even je screenshare, inderdaad. Oké, kijk hoor. Screenshare. Maar dat is geen probleem. Daar kijkt toch niemand. Precies, even kijken. Entire screen, zien jullie dit? Nog een beetje, maar eerst klikken. Ja, klik. Oh shit, jongens. Wow, daar is die Super Mario World Advance. Ja. Kies een betalingsmethode. Ja, ik zie hem. Betalingsmethode,
gekoppelde account staat hier. Nou, dan klik je op je PayPal shit. Dan moet je altijd even je akkoord doen. Mm-hmm. Akkoord op kopen. En it's gonna work, man. It's gonna work. Oh shit, spanning. Sure. Yeah, man, it's oh, done. Oh shit. Yeah. It's done. En ga's koop hem nog eens een keer, maar dan met credit card. Nee, kijk, nu verdwijnt je knop, ja, hè. Ja. Nu verdwijnt je knop die je al hebt gekocht. Oké, nou dat is echt chill. Dat is echt chill. Want dat, maar waarom koop je deze? Waarom koop je niet chill? Die had ik nog niet. Nou ja, dit is... maar deze... Precies vanwege die kaarten die ze erbij hadden gedaan. Ja, toch? Jij zei, die heel goed, wel, heel goed. Dus ik moest hem toch nog hebben. Oké, maar dit is wel goed nieuws. Want dit was dus, dit is echt beter. Dit is echt super chill. Dus, super chill. Okay. Ja man, dus nice, nice. Wii U net gekocht. Uit. Lekker, lekker. Oké, nou dat vind ik een mooie segue. We gaan naar de pick-ups toe. We hebben net een live pick-up van Walt gezien. Een uurtje dan? Ja man. Daarom, wat? Ja, keep it coming. Live pick-up. Hij heeft de smaak te pakken nu. Live pick-up. Oh, moet ik gelijk doorgaan? Ja, ja, we gaan gelijk door, ja. En nu opent hij zijn e-shop fans en zegt hij, en die, en die, en die, en die. Ik ga digital pick-ups doen nu. Nee, zoals jullie weten ben ik ook op vakantie geweest. En ik heb ook daadwerkelijk gehunt in België. Op dennenbomen, maar wel met dennenappels en zo. Of, Nee, op dieren, man. Wat? Fucking savage. Awesome. Deze eend en... Wat? Nee, ik... Ik ga mee. Hunting deers, boy. jongens. Nee, het enige probleem is dat ik natuurlijk wel om de Franse teksten heen moest hunten met alles. Dus ik heb goed moeten kijken en ik kwam veel anime tegen, jongen. Ik zat te balen, jongen, want ik zag er echt hele stacks met anime. Dat was allemaal cheap. Allemaal Frans. Maar... Allemaal Frans, dus echt, ik dacht, god damn it, maar ja, ik had nog wel iets gevonden hoor, dus wees niet bang. Ik ben naar een flea market geweest zelfs, ik heb daar een Rayman Origins opgepikt. Nou ja, zo zie je niet dat die Frans is, maar de achterkant is wel Franstalig. Maar hij is de Engelse speler, dus ik heb zoiets van, fuck it, weet je. En ik had hem voor een euro, dus dat is wel echt dirt cheap. Eurotje. Dus, een eurotje. En wat had ik nog meer? Ik heb een Xbox 360 memory card gevonden. Wauw. Ja man. Vet hè? Ja. Retro Walt. Nou weet ik niet. Building. Maar ik moet gewoon in ieder geval eentje. Gewoon hebben. Dit is echt. Eentje moet ik hebben. Hoeveel is die? 256 MB. dit is echt. Ja, maar dit is voor de eerste model toch? Ja, klopt. Dit is echt piek Walter, overigens, hè? Dit is echt piek Walter. Ja, man, precies. Even kijken, ik heb een Blu-ray gehaald van... Nee! Die heb ik naar gisteren nog gekeken. Ja, man. Ja, ik ben die Alien films heb ik bijna allemaal gefixt nu. En dan kan ik ze allemaal achter elkaar gaan kijken. Ja, fuck the haters. Maar deze is dus gewoon NL en NL en French. Dus die hoes is ook gewoon goed. En dat is mooi. Maar je hebt gelijk drie discs zitten erin. De Blu-ray 3D, de Blu-ray 2D en de DVD-versie. Dus dat is awesome. Zo. Ik had er €2 voor betaald. En dat vond ik wel fair. Ik heb die eigenlijk echt nog gekocht voor €30 omdat die 3D was of zo. Het is echt... Het ja, man. €2 Je moet gewoon altijd wachten. Dat is mijn tip. Ja, ja. Ik heb deze Resident Evil Degeneration gehaald. Hey, die heb ik ook. Ik heb hem wel gekeken op Netflix. Hij is niet... Fantastisch, maar... Deze serieus, deze, die vond ik sealed waar ik werk. Dan kom ik naar beneden. Ik liep naar beneden, voor mag ik sigaretje roken. En op de laatste, omdat zeg maar oude mensen wonen daar en sommige mensen gaan verhuizen, jongere mensen. En dan laten ze op zo'n bankje allemaal spullen liggen van, alsjeblieft, neem maar mee. Vond ik die Resident Evil gesealed. Je mag daar gewoon bij, serieus. Niemand wil hem kijken. Nee, ja, het... Het is eigenlijk gewoon 3D anime is het. En ik kan niet zeggen dat het geweldig is. Voor mij is het eigenlijk alleen Leon gets his ass kicked by the ladies. Daar gaat het meestal over. Just the way he likes it. Maar goed, ja precies. Maar goed, omdat hij ook €2 was, heb ik het toch opgepikt. Want ik zie hem nooit liggen, weet je. Dus ik had zoiets van, ik moet het meenemen. Het is game related, weet je.
Dus ik ga nog even verder. Ik heb hier een random manga stripboekje gehaald voor een euro. Dat kwam ik tegen in de thrift store. En ze hebben daar trouwens fucking veel stripboeken. Echt hele mooie boeken ook. Maar ja, het meeste is inderdaad Frans. Dit was Engels. Dus ik had zoiets van, nou, let's go. Ik kan weer wat meenemen, anders dan niks. Dan gaan we nog even door met DVD's. Ik heb een Batman. Ik weet niet of het een aantal episodes zijn of gewoon een losstaand iets. Maar Batman. Ja, van de animated. La Mysterieuse Batwoman. Dat is volgens mij een film. Een film, oké. Okay. Ja, ik denk het. Dit moet onze... 72 minuten, dit ja. Dit moet onze Resident Bat-fan wel weten. Chat, wat is dit? Een film. Een film. Uit. Nou, ik kan hem in het Engels kijken, dus I got lucky. Ook een euro. Dan heb ik nog een heel seizoen van The Real Ghostbusters. Yo, vet! Ja, man. Wow. Maar dit is ook gewoon NL en Franse hoes. Ja. Ook voor een euro een heel seizoen. Dus ja, gewoon awesome. Dus hij is uiteindelijk Frans gesproken en Nederlands gesproken. Nou, je kan gewoon talen selecteren volgens mij. Even kijken. Audio, Engels en Frans. Okay. Ja, ja. Moet het wel in het Engels hebben, hè? Ja, precies. Ja, anders ik vond, had ik hem niet ik vond die echt vet, jongen, de Real Ghostbusters. Ja, die was awesome. Ik had daar ook nog zo'n stickeralbum van Panini van vroeger. Ja! Fucking awesome, man. Mooie tijd, jongen. Mooie tijd. Geniale tekenfilm. Echt toen ze nog getekend waren. Ja. Dus ik heb nog Detective Pikachu opgepikt voor een euro. Dus, lauw. Ja, ik vond het wel een oké film, dus hij is lauw. Hij is een oké film. Dat is een challenge voor jou, chat. Dit kan je niet pikken. Kijk eens, jongen. Ik ga heel even offline even afkoelen, jongens. Chat, die bliksemstaal. Zijn jullie weer bezig, getrouwd stel? Zo ja. Gaan ze pak weer, ik even mijn pick-up. God. Even muten. Ja, inderdaad. Zo. Even kijken, ik heb wel één anime opgepikt en dat is de hele serie Aeon Flux. Awesome! Nice. Ja, man. Ja, ik had volgens mij een paar afleveringen geleden al de film opgepikt, tenminste de live-action film. Dus deze erbij aan toevoegen. En ik keek dit altijd op MTV toen. Ja. En ik vond het awesome. Dus ja, deze hele season 1 en 2 is dit. Was ook 3 euro. En dit was in ieder geval nog in het Engels te kijken. Dus dat is top. En even kijken. Maar ik moet zeggen, thrift store hunting qua games. Daar was lastig, man. Want het was duur. Franse covers. Frans. Dat was gewoon kut. Dus ja, I got lucky met die Rayman Origins. Maar qua dvd's en zo kon je verder. Want ik heb seizoen 1 van Arrow gevonden. Seizoen 2 van Arrow. Dat was nice, hoor. Ja, met de randomness van Walter. Seizoen 3 van Arrow. Seizoen 4 van Arrow. Klaar, alle seizoenen. Die lagen daar gewoon allemaal te chillen. En het waren ook echt 2 euro per stuk. Dus let's go. Eentje is gesealed zelfs. Dus het is echt een steal. En ik wilde dit toch al een tijdje kijken. En ja, ik heb gelijk 4 seizoenen. Dus dat is gewoon awesome. Walt heeft echt van die pick-ups dat hij echt met Arrow zit. En dan echt ineens van... Ja. Oh, trouwens, ik complete in box Earthbound gevonden. En seizoen 6 van Arrow. Wait, what? Alles echt... Ja, nee, ik pak het van die stapel af. En het ligt hier gewoon echt een beetje random. Een beetje, dus ik... I try. Ik heb nog 2 cheap games van Bol geplukt. Die waren in de sale. En ik heb hier Far Cry New Dawn voor PS4. En Kiwi. Nooit van gehoord. Nee. Nee, nooit van gehoord. Maar dit is een beetje zo'n co-op chaos game. Oh ja. En je bestuurt allebei een kiwi in een post office, wat ik had begrepen. En je moet je post sorteren. Dus het is echt gewoon mayhem. Echt een Walter pick-up. Ja, man. Nee, maar ik had het al eerder gehoord in een andere podcast. Daar hadden ze het over die game. Dus ik werd eigenlijk wel een beetje excited, man. En toen zag ik hem van, let's go. Nou, lekker. Maar ik ben met mijn pa op vakantie geweest. En toen die hierheen kwam...
had hij nog wat pick-ups. Oh, nee joh. Oh ja, meen je dat nou? En onderweg naar huis zijn we langs die thrift store gegaan. En die... ja, maar hij belde mij dus een paar weken geleden op. En toen zei hij van, ja, ik stuur jou even een fotootje met wat PS2 games. En dit is wel weer een randomness. Ik heb hier Conflict Zone Modern War Strategy. Ooit van gehoord? Ja, ja. Ik ken hem. Ja. Echt? Ja, absoluut. Ja. Het is ook echt een strategy-achtige game. Ja, die had ik ook laten liggen. Ja, een beetje à la... Je had hem ook laten liggen, ja. Weet je, het was zo cheap. Ik zeg, neem maar mee, want ik ken de hele titel niet. En ik hoor het niet. En ik vond het wel interessant. Nou ja, weet je wat. Uitprobeer het toch. Maar hij had ook Final Fantasy X voor mij. Die had ik gewoon nog niet. Okay. Of ik had hem niet meer. Wat zijn dit voor confessions ineens? We will not stand ja, for this. Ik heb wel Team 2 en... kijk, en dan is het ook andere. Nog een Platinum versie ook. Nee, ja, ja, ja. Man aan ja, de ja, helpen. Dit deed wel een beetje ja, bang, maar... Ja. Hoe ja, is met de bonus disc? Nee, dit is niet goed, jongen. Dit, nee. Nou, kijk, deze game heb ik ook opgepikt. En dat is Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. De eerste? Ja, de Dragon Ball gaat... Lekker bal. Ja, lekker gozer. Lekker gozer. Goed, man. Chat, masterpitten. Uit de chat wordt wakker. Master. Gooit zijn telefoon het raam uit. Yes! Yes! Alsof er een nieuwe aflevering is gedropt. Ja. Oh shit, hij wordt Super Saiyan. Oh shit. Jetly Gross Hair. Ja. Kom op. Zo, dat wil ik zien. Maar ik Jetson met geel spikje. Dat is nog niet alles. Ik heb de laatste games, de beste voor de laatste bewaard. En dat is Dark Cloud. Oh, oh wow. Nice man. Nice, nice. En dat is wel ja, best een leuke RPG. Ja, way back wel een beetje gespeeld. En ik vond het wel lachen, weet je. Ik heb hem voor het eerst op de PlayStation Demo Disc gespeeld. Die game. En toen vond ik het eigenlijk wel best wel awesome. Net als deze game, die stond ook op de demo disc. En dat is Klonoa 2. Oh nee! Community's Veil. En deze game is best wel in prijs aan het stijgen. Maar ze hebben net die collection natuurlijk. Ja, de remaster inderdaad. Dus ik weet niet wat dat nu voor de prijs gaat betekenen. Maar deze was eigenlijk best wel aan het stijgen de hele tijd. En ja, het is best een leuke game. Voor mij is het een beetje een soort Kirby-vergelijking wat het is. Dus het is heel easygoing en een beetje platformen, weet je. Dus dat waren mijn pick-ups, nice. Guys. Netjes. Nice, netjes. Ja, ja, ja. Nou, alles wat weer. Is een tall order om over je heen te gaan, dus ja, wie wil? Who's ja. Next? Ik heb geen pick-ups. Ik heb geen pick-ups deze keer. Nou, chat, dan you're up, want Rex is bij default eventjes. Rex, sorry, je moet hem even bewaren, want we moeten het wel kunnen zien. Kan je gelijk je nieuwe camera laten zien? Exact. Exact. Chat. Dus dat, hoe is dat? Ik liet het al zien, dus ik heb die e-shop card heb gefixt. En daarnet, toen ik thuis kwam, lag iets klaar voor me, dus we kunnen hem even live unboxen. Hey, live unboxing! Live unboxing! Wat is dit, jongen? Ja, boys. Dikke live loot en live unboxings. Wat is dit, jongen? Knip? Oh, kut! Knip, ja! Ja! Ik weet Black's living on the edge. Ik weet wat... Oh, fuck! Nee, oh, no! Mijn Pokémon kaart! Deze had georderd, inderdaad. Een DS game. Het is Mario Tennis. Mario Tennis nice. Open voor de 3DS. Open! De sportgames voor Mario die wou ik nog halen. Dus even kijken. Gelijk even die check doen of alles erin zit. Ja hoor, zit erin. Yeah boy. Dus er staat hier speel met je vrienden. En dus wie daagt me uit, jongens? Wie daagt me uit? Deze kan je toch gewoon dat jij speelt? Ja, maar dat hoeft toch niet bij deze? Ja, sommige games niet. Ja. Local die play was het dan. Ja. Dus jongens, wie durft? ik sla alleen maar aces, dus kom maar. Wie durft? Eindelijk, net op een drag queen, dude. Ja,
Helemaal. Met je aces. Maar ja, dus dat. Ik bespaar al de games. Willen jullie weten wel wat voor games ik in de e-shop heb gehaald? Of gaan we door? Oh, je hebt al wat gehaald. Ja, ik heb de Pokémon games gehaald. Doen we dat ook? Digital. Nee, we moeten ergens de line draw. Dat zeggen. Is wel een beetje... Want dan was ik nou ook lang bezig. Ja. We zijn collectors, laten we het daar even opbouwen. Fysieke collectors. Ik heb dit gehaald en dat was het ook, jongens. Oké. Netjes. Alright, nou ik heb... Xenoblade komt natuurlijk uit. Torna heb ik laatst uitgespeeld. En deel 1 had ik nog niet helemaal gespeeld. Dus ik ben begonnen aan die Future Connected. Wacht. Wat heb jij gekocht? Ik heb Xenoblade Chronicles Definitive Edition gekocht. Ja, die had ik al. Ja, dat klopt. Die had ik al. Maar dan moet ik mijn Collector's Edition openmaken. Dus ik heb deze op Marktplaats toevallig van een guy in Zoetermeer ook gekocht. Dus dat was voor mij easy. Hoi, kan ik hem ophalen? Ja, is goed. Oké, ik ben er zo bij je. Dus dat is ook een keer lekker inderdaad. Dus daar ben ik nu mee bezig. En die kan ik wel afronden. Want ik heb een beetje begrepen dat die Future Connected nog wel relevant kan zijn voor de story. Dus ik ben benieuwd. We hadden het erover, ja. Ja, precies, inderdaad, ja. Ik dacht dat je hem al had, joh. Oh ja, klopt. Ja, ik heb hem al, maar je zat natuurlijk in Ik wil hem niet openmaken. Je wilt hem ook maken. Precies. Ja. Nice. Ik heb voor de Xbox heb ik de Ultimate Edition van Far Cry 6 gehaald. Ja, dus met de Season Pass en al die dingen erbij. Letterlijk alles wat je kan halen. €25. Ja, voor de Season Pass en al die andere dingen erbij, weet je. Why not? En als laatste pick-up kunnen we natuurlijk niet overslaan. Oh, nice. Live. Ja, weet je, die moest ik gewoon hebben. Gewoon echt awesome. Hij is 50, toch? Ik had hem voor 40, want hij was bij... Amazon 45 en ik had toen zo'n voucher gekregen van hoi, bij je volgende aankoop krijg je €5 korting. Ik denk, dat is mooi. Ik was toch al van plan om deze te halen. Dus, Ik wil hem ook nog steeds halen hoor. Ja, weet je, kijk, hij is wel een beton om over wat te krijgen. Dus ik ben wel benieuwd hoe rare die gaat worden uiteindelijk. Want hij is door Nintendo zelf gepublished. Hij is niet door Square Enix gepublished. Ik ben benieuwd. Ik had iets van, prima. En je zal nog wel zat tijd hebben om het om op te pikken. Dus no worries. Ja, dat was het voor mij. Lekker bezig. Ja, zeker. Ja. Heb jij die Collector's Edition van Bayonetta 3 al gekocht? Nee, maar dat hoef ik ook niet, want die pik ik gewoon op release dag. Ah ja, dat is ook waar. Dat is chill, inderdaad. Hetzelfde als die God of War Collector's Edition ook nog gehaald. Ja, dus. Alright, aansluitend daarop. Wat spelen we... Waar zijn we mee bezig? Wie wil daarmee beginnen? Who wants? Rex mag. Rex. Lekker man. Ja, dat snap ik wel. En had jij Metal Gear Solid 4 al gespeeld of nog niet? En hoe denk je er nu over? Vind je hem beter dan de vorige keer? Of heb je zoiets van, het is eigenlijk toch niet zo erg goed? Ja. Nee, dat hoor ik van heel veel mensen inderdaad. Ik zat van de week een video te kijken van Digital Foundry. Die had het echt over framerates van gelijk 15 of zo in bepaalde cutscenes en dergelijke. Dat is echt verschrikkelijk inderdaad. En die een beetje trapped is op de PS Triple. Dus, maar vond je hem slecht?
Ja. En iemand anders? Ja, en daar vergist ik me toen, want ik weet nog, want toen ik hem had, toen ik hem speelde, want ik vond het een hele leuke game. En ik weet nog dat ik had hem uitgespeeld en de dag daarna zou ik vertrekken op vakantie naar Suriname, maar ik moest heel vroeg op. Dus ik denk van voordat ik naar Suriname ga, dan ga ik die Metal Gear uitspelen en dan ga ik slapen. Zo gezegd, zo niet gedaan. Man, ik heb die game uitgespeeld. Ik dacht van, filmpje kijken. Dude! Het bleef gaan. Het was... Ik dacht van, wanneer stopt dit? Ik heb helemaal nergens over. Ik wou volgende dag, ik was moe, jongen. Moe. Local gamer Mrs. Flight, dude, who met a Solid 4. Ja, maar hoe lang duurde dat filmpje, man? Dat is echt niet normaal, ja. Joh. Ja, helemaal gek, joh. ik moet zeggen, ik vond de game echt super vet. Ik heb hem niet recentelijk weer opnieuw gespeeld. Maar je weet op bepaalde segmenten. Het was natuurlijk echt super nostalgia heavy. En dat was gewoon awesome gedaan. Maar verder moet ik zeggen dat de story een beetje nonsensical was op bepaalde aspecten. En dat is jammer. Het was natuurlijk geen Metal Gear Solid 3. En als het die nostalgia niet had gehad, dan weet ik het niet. Ik vond die battle met Ocelot, vond ik echt wel vet. Nee, weet je, het was niet allemaal garbage, hè. Laten we dat even voorop gesteld, weet je. Maar het heeft zeker zijn momenten gehad, maar ook zijn momenten niet gehad, zullen we maar zeggen. Dus, Misschien... opeens denk ik hem ook weer eens een keertje gauw te pakken. Nou ja, daar zat ik net ook aan te denken van, misschien moet ik hem ook weer opstarten. Ja. Alright, who's next? Nog steeds bezig met... Horizon, Forbidden West. Maar daar doe ik het gewoon lekker chill, relaxed, hier een paar missie. En dan uiteindelijk dat mijn kind zegt, papa, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. En dan doe ik hem weer uit. En laatst toch echt weer begonnen aan Bayonetta 2. Want ik was gewoon hyped door die trailers. Dus ik dacht, weet je wat, Bayonetta 2 weer even oppakken. En heerlijk man. Heerlijke game, heerlijke actie. Ik picture me net in mijn hoofd dat jij weer zegt, ik ga met een Solid 4 weer spelen. En dan je kind zegt, papa, ja, even dit filmpje afkijken. Anderhalf uur later. En weet je, ik zou het nog kunnen maken ook. Papa heeft gezegd, wachten. Nee joh, maar die dus Bayonetta 3, of Bayonetta 2. En ik vind het zo geweldig. Zo heerlijk. Beste action game ever. Dat is waarschijnlijk bij Metal Gear 3 komt. Metal Gear Rising Revenge backs to differ. Vind je? Ik vond die auto echt heel tof hoor. Ik vond hem echt wel tof, want ik vond die mechanic met het slicen en dice en dat soort dingen. Vet, hoor. Dat was echt wel heel tof. Daarom. Ja. Senator Armstrong. Ik bedoel, de soundtrack van Fuck, wat was het nou ook weer? Hoe heet dat nummer ook alweer? Rules of Nature, dat was hem. Ja. Maar kijk, als ik het heb bijvoorbeeld... Kijk, dat is over de top. En Bayonetta is ook over de top. Alleen de combat is sneller. Ja. De combo's zijn veel meer. En dat bedoel ik meer met beste action... game eigenlijk. En dat vind ik met Bayonetta. Want die andere, Revenges, vond ik echt heel, heel vet. Echt een hele toffe game. Alleen de action-wise vind ik toch Bayonetta beter. Hey Rex! Beter. Hey, Bayonetta en Devil May Cry crossover. What do you think? fuck you Rex. Wat een haal ik mij uit mijn droom. Je had ook gewoon kunnen zeggen, ja man, vet, beter bellen we die gasten. Hoezo gaat het nooit gebeuren, Rex? Even kijken. Dat zou echt vet zijn. Ja, twee verhalen. Ja. Of een co-op. Kan ook. Weet je? Gooi het even, stuur even een tweet naar Camilla.
En dan krijg je één reply en dat is blocked. Hey, talking about tweet. Ik hoorde laatst dat een dude die had serieus $40,000 aan stocks gekocht om een vraag te stellen aan Nintendo. Als, Ja, dat heb ik gelezen. Ja. Klopt. Deze ging kant helemaal uit. En mensen hadden het erover van ja, en dan gooit ze geld weg. Nee, je koopt $40,000 aan stocks, je stelt je vraag en je verkoopt ze weer. Ja, precies. Dat zijn stocks, toch? Ja, precies, dat zijn stocks. Hij en als je mazzel hebt, dan win je nog wat. Of dat is hij nog een winst over. Ja, precies. Maar ik vond het een mooie actie. Dat was echt master. Dat was echt master, inderdaad. Ja, als je het geld hebt, why not? Oh shit, ga spugen mij. Het mooiste was ook... Er kwam echt een soort van non-answer kwam er tevoorschijn. Ik bedoel, wat had je anders verwacht, maar... Ja, precies. 40.000, dat is toch... Ze ontkenden het ook niet, volgens mij. Nee, klopt. Maar ze erkenden het natuurlijk ook niet. Nee. Alright. Ongelooflijk. Who's next? Even kijken. Ik heb niet heel veel gegamed, want ik heb eigenlijk helemaal geen gaming dingen meegenomen naar vakantie. Ik had niet zo'n behoefte aan. Ik had manga's meegenomen, dat ben ik gaan lezen. Dus dat was wel chill. Maar je bent al wel gelijk Conflict Zone gaan spelen toen je thuis kwam, ik bedoel. Ja, meteen man, meteen. Nee, of course not. Sorry. Ik heb nog wel Quake heb ik weer zitten doen. Ja, ik ben met die uitbreidingen bezig en ik ben er best wel hooked aan eigenlijk. Dus na al die shit ga ik waarschijnlijk andere retro shooters weer doen, zoals Wolfenstein en dat soort shit. Dus ik heb helemaal zin in om die shit weer te doen door Quake. Dus dat is wel awesome. Ik moet daar even in hoeken, want ik heb ook Quake weer opgepakt inderdaad. Ik heb naar die Scourge of Agamemnon heb ik nu uitgespeeld. En ik ben nu dan die volgende aan het doen, want jij zat daar ook bij, toch? Of ben je al verder inmiddels? Ik ben echt bijna klaar met die Scourge of Agamemnon. Ja. Nee, echt, de game is awesome. Daar ben ik echt bijna klaar mee. Ah, carry on. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb elke dag wel Mario Kart Tour gespeeld, want dat is gewoon mijn daily life. En wat is daar iets leuks in gebeurd om te melden? Nou ja, nieuwe characters altijd. Het blijft maar komen. Elke keer nieuwe characters, nieuwe tracks. Dus ja, dat is gewoon awesome. Daar doe ik het ook wel een beetje voor. Is de Gran Turismo auto aan het erin? Ja man. Awesome! Ook als character, maar je kan ook in hem racen. Wow! Hey, trouwens, er was toch op de Mario Kart bij op de Wii U, of voor mij was het Wii U, dan zat er een Mercedes zat erbij. Klopt. Ja, klopt. Ja. Heb je die ook bij Mario Kart, wat mobile Tour? Tour, ja. Nee. Niet? Nee, man. Shit. Nee, die Mercedes shit zit er niet in. Nee, niet, maar... Waarom hadden ze dat ooit gedaan? Nee, ik krijg niet, random crossovers, ja, wat moet je erop zeggen? Echt super random. Altijd een of andere weird ass collaboration. Prima hoor, niks mis mee. Ja. Waarom dan weer zo'n wacky Mercedes? I know. Omdat het kan. Mee. Met auto's. Zeker Duits. Daar is niks mis mee, hè? Shit. German. Nee, dan komt Rick in zijn Surinaamse auto. Oh, wacht. In de BMW. Nee, dat is geen Surinaam. Oh, mijn god. Oh, shit. Verder had ik alleen nog de demo gespeeld van die Klonoa remakes. En ja... Het is hetzelfde gebleven voor mijn gevoel, alleen ietsje opgepoetst, meer niet. Klonoa is leuk, man. Ze hebben de Wii-versie gepakt en de PS2-versie. En die, het ziet er wel scherper uit, maar het is niet dat er heel veel extra's in zit of zo. Dus dat. Ja, leuk. Ik ga die collectie al een keer halen als die echt cheap is. Ik ga hem zeker niet voor €60 halen, want ik heb de original games hier liggen. Dus ja, I can wait. Dus dat heb ik gedaan. Joel? Ja? Chat, wat heb jij hier? Arceus. Oh god, uiteraard. Arceus of Arceus? Ja, dat weet ik dus Arceus. Niet. Nee, chat, dat niet. Arceus. Maar in ieder geval, ja, Pokémon Legends Arceus, die speel ik... niet volle sessies, weet je. Het is meer elke keer sessies van een uurtje...
anderhalf uurtje, dus het, is, het zijn geen volle, volledige sessies. Ik heb nu wel 2 weken vakantie, maar daar doe ik echt te veel. En ik wil heel veel series ook oppakken, daar ben ik ook mee bezig. En ja, mijn vrouwtje is ook, heeft ook vakantie, dus daar kijk ik ook heel veel mee samen. We zijn echt verslaafd aan die... don't judge me alsjeblieft, maar we zijn echt verslaafd ook aan Temptation Island. Kijk wel. Oh, maar... oh my goodness. Ja, je foto's, hè? Helemaal stuk om die mensen daar zo. Dus ja, en dan zegt ze dan na een paar afleveringen, en dan is het al 12 uur 's nachts. En dan denk ik van, ik ga Miss Marvel kijken. En de eerste week ben ik gewoon elke keer bij... aflevering 1 in slaap gevallen, want ja, geen reet. Haar origin story, het is ook gewoon een beetje kiddie. Ja, ik vond niks, dus ik viel elke keer in slaap. Ik heb eindelijk wel af kunnen kijken, dus maar ja, het gaat over game natuurlijk. Arceus alleen en Pokémon Go, that's it. Maar chat, volgens mij word je gewoon oud. Kiddie en zo, Marvel. En ik word oud inderdaad. Precies, dat is ook zeker waar. Ik heb dat ook wel eens met dat soort series en films. Ik van nee, ik heb hier echt geen tijd voor. That's no way. Ja, nou, verschrikkelijk. Ja. Nee, ik. Xenoblade 2 Torna dan uitgespeeld. Op zich wel entertaining. Nu dan Future Connect aan doen. Ik had nog als doelstelling van ik wil heel Xenoblade nog gaan uitspelen. Nou, ik heb nog 3 dagen, volgens mij gaat dat dan niet worden. Nee, denk het niet, nee. Dus dat laat ik maar varen. Het was meer van, ik ken de storybeats nog wel, maar de details niet meer. Ja, en dan vrijdag natuurlijk beginnen aan Xenoblade 3, dagje vrijgenomen. Ja, lekker. Ja. Wat ik net al zei tegen Walt, Quake ben ik ook nog even opgepikt. Ik doe af en toe nog even, gewoon, zaterdag was dat volgens mij zaterdagmiddag, heel de middag Forza Horizon 5 gespeeld. Sorry. Ja, gewoon leuk man. Gewoon op mijn PC dan gespeeld. Ja, het draait echt super. Het ziet echt super vet uit. Ja, het is gewoon een leuke game om gewoon af en toe gewoon te spelen. Dus dat was het eigenlijk wel een beetje voor de rest. Alright. Nee, niet zo gek veel gedaan. Dus dat was hem denk ik een beetje voor deze week. Tenminste wat betreft de onderwerpen die we neergezet hadden. Het kan natuurlijk zijn dat er nog andere onderwerpen zijn waarvan je zegt van nee, je moet ik het ik echt weet niet, even over hebben. Ik weet niet of er nu op dit moment breaking news is ergens. Nou, we kunnen eens even kijken wat we hebben. Wat... Er zijn wel weer een paar nieuwe misschien breaking news online games erbij gekomen. Hè? Toch? Ja, een volgens mij 2 NES games. Volgens mij 2 N64 games. De, wat is het? De reviews van Xenoblade 3 zijn live gegaan. Ja, die zijn nice, heb ik begrepen. Ja, is het nu 90 volgens mij? Metacritic 89, OpenCritic 87. Dus dat is gewoon heel erg goed. Heel en als goed. We gaan kijken naar de vorige titel, had hij een 83. Dus wat dat betreft is het een improvement op alle fronten. Ja. Zeker vet. Ik ben er echt heel benieuwd naar. Even kijken hoor. Er had een rumor rond dat Sony Square Enix Tokyo zou willen overnemen. Maar ja, niet de rest. Die rumor, ja. Tokyo. Ja. Ja, waarschijnlijk Final Fantasy, denk ik. Dat durf ik even niet te zeggen. Maar dat is een. Dat is van de founder van Eidos Montreal. Square Enix Japan. Rumors. Maar ja, het zijn alleen maar rumors natuurlijk. Dus. Ja. Nou, ik denk dat ze alles wel moeten overnemen. Wat hebben we verder nog eigenlijk? Niet extreem veel dingen. Oh ja, de Digital Foundry review van Xenoblade Chronicles 3 is ook gedropt. En dat vind ik altijd wel interessant om te zien van hoe dat dan... Want Xenoblade Chronicles 2 op de Switch had natuurlijk wel wat performance issues. En ja. Ze zeggen eigenlijk op alle fronten is het een upgrade over deel 2. Dus wat dat betreft, image quality is beter. Ja, zeker, hey, zeker, maar zeker. Maar talking about dat, hè, Frans. F5.1 audio, ja, sorry. Maar dat had toch te maken omdat de Xenoblade Chronicles 2, mm-hmm. die was eigenlijk bedoeld voor de Wii U, toch? Durf ik niet te zeggen, volgens mij niet.
Okay. Het zou best kunnen zijn, maar weet je, het probleem, hè, ik vind Xenoblade Chronicles 2 echt een super fantastische game. Maar ja. De performance en met name de resolutie en al helemaal in handheld mode is echt abysmal. Dus wat dat betreft, ik durf niet te zeggen waar het vandaan komt. Voor mijn gevoel pushten het de hardware gewoon te veel. Want het zag er op zich wel prima uit, even los van de resolutie en wat ze erin deden. Maar het was gewoon niet zo polished als het had kunnen zijn. Dat is een beetje het idee. En dat ziet er ook gewoon goed uit. Dus, 5.1 geluid. En ik werd daar een tijd terug op gewezen. Is dat de Switch heeft eigenlijk heel weinig games met echt true 5.1. En dat is niet iets waar je altijd bij stilstaat. Want niet iedereen heeft ook aangesloten op een 5.1 surround set. Maar er is een handvol met games die echt true 5.1 support hebben. En dat is wel een beetje een gek dingetje. Xenoblade is er wel ietsje van. Tenminste, ik weet dat niet uit mijn hoofd, maar ik kan dat uiteraard wel opzoeken. Switch 5.1 games. Mario Odyssey, Sonic Forces, Kirby Star Allies. Dat is Linear PCM, Mario Kart, Splatoon 2, Lego City Undercover, Resident Evil Revelations. Dark Souls Remastered, slechte kwaliteit zeggen ze wel. Zonde is dat dan. Ja, Dark dat Souls. Is eigenlijk wel een beetje. Niet eens Breath of the Wild? Shit. Hij wordt niet expliciet benoemd, dat is het eigenlijk meer. Kijk, en heel veel games emuleren het natuurlijk, zeg maar. Ja. Oh ja, sorry, Breath of the Wild doet het wel. Staat er wel tussen, inderdaad. Ja, dus prima. Okay. Dus ja, daar ben ik benieuwd. Ik wil nog wel even zeggen trouwens, ik vind het wel tof dat Rex, die moest dat helemaal niks hebben van Xenoblade, met name dan 2, en dat het voor mijn gevoel een beetje een complete turnaround is. Heb ik dat een beetje goed, Rex, of was het meer 2 dat jou echt... In de artstijl. Wow. Ik ben vooral benieuwd hoe ze 1 en 2 gaan samenbrengen, omdat we natuurlijk toch wel alle dingen hebben. We hebben dingen al in de trailer gezien. Ik ben wel heel benieuwd hoe het samenhangt. En wat ik ben echt naar alles benieuwd. Ja, dat sowieso. Alles. Dat sowieso, inderdaad. Ik hoorde ook al wat mensen die wat over de muziek hadden gehoord. Met een of andere leak. Dat ze ook zeiden, die track die klinkt wel heel erg vet. Dus Nee, ik kan niet wachten. Ik hoop de game wel wanneer de Collector's Edition uitkomt. Kan je nog even wachten. Ga je trouwens ook gelijk die Season Pass halen ervoor? Nee? Oh nee, ik wel. Ik doe maar gelijk. Nee, kan ik. Ik wacht daar nog even mee. Ja. Nou, ze hebben al gezegd wat erin zit. Er komt weer wat items en dergelijke. Maar er komt ook weer zo'n... Ja, ik denk niet dat ze dat gaan doen. Want ze hebben natuurlijk toen met Xenoblade Chronicles 2 hebben ze ook gezegd dat er dan een extra story element bij zou zitten. Nou, dat uiteindelijk Torna is geworden met een average playtime van 30 uur. Hè, dat is het al noem het waard. Dat is toch een aardige game, ja. Ja, kijk, en dan is de vraag natuurlijk, doen ze het weer zo groot? Of doen ze zoiets als Future Connected? En Future Connected was maar 8 uur of zo, geloof ik. Dus dat is natuurlijk wel anders. En ik ben benieuwd of ze dat gaan doen. En ik denk ook wel dat het een beetje misschien wat te maken heeft met hoe eindigt de game. Hoe eindigt de game en wat wordt de story element? Hè? Eindigt de game redelijk finite, alles klaar? En is de prequel of een side story of zo, dan kan je voor jezelf wel afvragen van, wil ik dat wel? Ja. Ja, dat is op zich wel een valide punt. Maar het is iets van 30 euro, hè? Ja, klopt. Man, wat zouden ze erin doen, joh? 30 euro. Laat me kijken. Even kijken, hoor. Expansion Pass. Klikkedie. Even kijken hoor. DLC Wave 1 komt op 29 juli uit. Een collection of helpful items. Color variations for existing outfits. Dan op 31 december. Wave 2.
Challenge Battle Modes, New Hero Character en Accompanying Quests, New Character Outfits. Dan op 30 april weer een Challenge Mode. Weer New Hero Character en Accompanying Quests en New Character Outfits. En dan W4 is dan, nou ja, release date 31 december 2023, New Original Story Scenario. Dus ja, niet echt veelzeggend. Nee. Oké. Okay. En ik moet zeggen trouwens, nu ik dit alweer zo zie. Ik bedoel, hallo! Ja, tuurlijk, ja. En dit is wel interessant, want dit is al die replica. Ja, klopt, dus, juist. Ja. God damn it, is het al vrijdag? Dan dus, even een hypersleep. Cryosleep. Aliens, ja, cryo. Ja, precies, cryo. Ja, als ik een vrijdag ben, ik kan hem nog niet eens gelijk spelen. Ik heb een begrafenis vrijdag. Oh, ik weet het, denk ik. Oh, dat is altijd minder. Nee, is de oma van mijn vrouw. Nog steeds minder. Ja, gecondoleerd, man. Ja, nee. Dankjewel. Dankjewel. Yep. Dus ik moet even kijken hoe laat ik... En ik kan ook sowieso dan niet bij, want dan moet ik ook werken. Dus waarschijnlijk speel ik hem pas zaterdag of zondag. Of in mijn nacht iets volgende week. Dat kan ook. Oké, okay, nou... Dan denk ik dat we hem gehad hebben, tenzij iemand nog andere dringende opmerkingen, prangende vragen heeft. Nee. Moet je even denken. Nee, denk het niet. No, let's go. Oké, nou dan call of het hierbij. Dat was er weer voor deze week, people. Yes. Zie jullie later. Tot de volgende week. Later. Yo.